Welkom en goed dat je kijkt naar een nieuwe video van Mark van Beek Premium Cars en Car Service. Wat gaan we vandaag doen? We gaan jullie vandaag meer vertellen over een Audi e-tron Sportback, een model uit 2020. Vandaag gaan we een uitgebreide review over maken. Kijk zelf mee! Aan de buitenkant gaan we meer vertellen over de Audi e-tron zelf. Toen, in 2018, 2019, kwam eerst de Audi e-tron op de markt. Dat was eigenlijk de normale SUV. Dat was eigenlijk voor bedoeld om klanten van Audi de eerste indruk te geven van een elektrische auto. Dat was direct een auto die erg goed in de smaak viel. Dus daar moest het een vervolg op komen. Hoe kan je dat vervolg natuurlijk het beste vorm gaan geven? Als je moet een sportief uiterlijk meegeven. Nou, dat is eigenlijk met de e-tron Sportback bedoeld. De e-tron Sportback staat eigenlijk bekend van nou, bijvoorbeeld een Audi A5 Sportback. Dan heb je direct vier deuren en die mooie aflopende daklijn. Die aflopende daklijn is dan om de sportiviteit te vergroten en het is bij deze Audi e-tron ook prachtig gelukt. De achterkant, prachtig de looks en natuurlijk heeft de uitvoering daar ook mee te maken hoe je hem zelf samenstelt. De uitvoeringen, je hebt bijvoorbeeld de Advanced Edition, de Advanced Plus Edition. Hier hebben wij voor ons een Audi S Edition. Dus dan heeft hij bijvoorbeeld in de grill aan de voorkant S-Line logo's, de bredere bumpers voor en achter. Standaard eigenlijk de 21 inch wielen. Dit exemplaar heeft de 23 inch wielen. Vertel ik later aan de binnenkant meer over. En natuurlijk een Mark van Beek uitvoering. Wat die Mark van Beek uitvoering is, gaan we nu laten zien. Mark van Beek uitvoering begint eigenlijk heel simpel. Zwarte Audi logo's. Toen nog niet te bestellen op een Audi e-tron Sportback. Bestellen wij en monteren wij voor de klant. Zwart optiek pakket is uiteraard een optie die geselecteerd kan worden. Maar dan moet je hem wel vinden zoals wij hem hebben gevonden. Voor de rest dus de 23 inch wielen die ik noemde, de Audi e-tron oranje remklauwen en van binnen het juiste interieur. Ja, hoe moet die dan van binnen zijn? Het is natuurlijk de S Edition, dus je hebt het S lederen sportstuurwiel met de S aanduiding in het midden van het stuur. Dit exemplaar is dan voorzien van de extra te bestellen lederen sportstoelen met de mooie geruite stick. Te herkennen eigenlijk aan de S logo in het stuur en volledig Volcano Audi leder. Zijn opties die een auto echt maakt en als je dan kiest voor een elektrische auto, dan zijn dit soort opties wel heel erg gaaf om die beleving van het merk toch nog echt naar voren te krijgen. Uiteraard grootglazen panoramadak, een extra optie. Voor de rest een S-Edition, dus standaard uitgevoerd met bijvoorbeeld een lederen interieurdelen, lederen dashboard, dit exemplaar, head-up display, auditieve cruise control en de gave Audi Virtual Mirrors, daarover later uiteraard meer. Zoek je dus een compleet exemplaar, stel hem dan ook zo mooi mogelijk samen met de opties zoals ook een Bang & Olufsen surround sound systeem. Zodat de looks en de kwaliteit die Audi te bieden heeft, ook in de eerste elektrische auto die u wellicht gaat rijden, terugkomt. Dan uiteraard misschien wel het belangrijkste gedeelte, het elektrisch laden van de Audi e-tron Sportback. Dit exemplaar is voorzien van dubbelzijdig laden. Aan deze kant kan er dus AC en DC worden geladen. DC houdt in gelijkstroom laden, dus snel laden. Audi kan het op 150 kilowatt. En wat houdt dat dan precies in? Stel, je staat hier bij een vastnet waar dus snel geladen kan worden. Dan laat de Audi van 20 naar 80% op binnen 29 minuten, ongeveer een half uur. Boven de 80% neemt de laadsnelheid af. En dat is puur een bescherming van de accu. En dat zie je eigenlijk bij alle elektrische modellen. Dat die na die 80% die laadsnelheid geleidelijk afneemt. Sommige modellen gaat die echt drastisch naar beneden. Voordeel aan Audi is dat de laadspannen over de gehele laadduur redelijk constant is en ook na de 80% redelijk normaal afloopt. Dus je staat nooit heel erg lang te laden, ook nadat de 80% is behaald. Een voordeel van de Audi e-tron Sportback over het bereik in deze video later meer. Zo, panoramadakje van schuifkantel af en dan gaan we het hebben over het rijden in deze prachtige Audi e-tron Sportback. In dit geval de 55 Quattro. Om te beginnen, in welke versies is dan zo'n Audi e-tron Sportback te leveren? Je hebt de 50 Quattro, de 55 Quattro. In dit geval zitten we in de 55 Quattro. Het verschil met de 50 Quattro is een groter accupakket, dus ook een groter rijbereik. We praten hier over een accupakket van 95 kWh. In de 50 Quattro is het een 71 kWh accupakket. Het heeft natuurlijk een meerprijs, het grotere accupakket, maar ik denk dat dat voor een menig elektrisch rijder echt het geld wel waard is als je kijkt wat het kost op de nieuwprijs. Wat is dan het bereik? Audi geeft WLTP als WLTP-waarde af voor de 55 Quattro 450 km.
Om heel eerlijk te zijn haalt hij dat niet. Geen enkele auto haalt eigenlijk zijn WLT, WLTP waarde. Dit exemplaar zit ongeveer, als je zomer en winter daar gemiddeld uittrekt, ongeveer 325 kilometer. En ja, is dat dan genoeg? Ja, ik denk van wel. En waarom van wel? Ja, vertel maar even wie er meer dan 300 kilometer op een dag rijdt. Ik ken inderdaad vertegenwoordigers die dat uiteraard doen, maar die zijn er nog niet aan elektrisch rijden toe. Maar stel, even een zaak om de hoek en een laadpaal thuis en op de zaak, dan is dit een prima auto om te kopen, om in te investeren en soms ook een keer op en neer mee naar Amsterdam te kunnen. 550 Quattro en de 50 Quattro heb ik dan bij deze ook uitgelegd. Dat zijn eigenlijk de verschillen die beschikbaar zijn voor een Audi e-tron Sportback. Ja, dan het rijden in zo'n Audi e-tron Sportback 550 Quattro. Eigenlijk heel erg goed. Elektrische auto kenmerkt zichzelf natuurlijk door het zijn van een hele stille auto. Dit exemplaar is voorzien van uitgebreide luchtvering van Audi. Dat allemaal perfect samenwerkt met alle elektrische systemen. Zodat het rijden gewoon erg fijn en comfortabel is. Daarnaast hebben we natuurlijk al het direct vermogen vanwege het zijn van een elektrische auto. Dus je hebt gewoon erg veel power. 408 pk levert een 55 Quattro. En dat is gewoon heel erg prettig in dagelijks gebruik. In het rijden op snelwegen, maar ook wegen binnendoor, weet zich gewoon goed te manifesteren. Alom voor een dagelijks gebruik, maar ook voor wat langere ritten. Een hele fijne, comfortabele auto. En ook voor het hele gezin, want 5 mensen kunnen er makkelijk mee. Dat was hem dan, de eerste Marco van Beek review over in dit geval een Audi e-tron Sportback. Zorg ervoor dat je ons blijft volgen, dus blijf ons abonneren op YouTube. Het is geheel gratis uiteraard, dat je ook de volgende video weer ziet in notificaties. De volgende video wordt een BMW X7 die we dan uitgebreid in een review gaan meenemen. Daarnaast volg ons op Facebook, LinkedIn, Instagram. Al die kanalen komen nog veel meer moois voorbij, zoals jullie van ons gewend zijn. Bedankt en op naar de volgende. Hoi!